Begin met een klein strookje haar aan de bovenkant en verdeel die in 3 plukken. Links eronder, rechts eronder. En alleen aan de rechterkant pak ik er een strookje bij. Aan de linkerkant pak ik er niks bij. En aan de rechterkant pak ik er een strookje bij. Ik maak deze vlecht heel losjes, omdat ik hem aan het einde van de film ook nog uit elkaar ga trekken. Ik probeer hem te sturen, zodat je straks geen scheiding ziet. Ik haal hem hier al een beetje meer naar achter, omdat ik hier de bocht erin ga maken. Vanaf dit moment ga ik alleen aan de bovenkant een plukje erbij pakken. Ik heb er weer een bocht in gemaakt. En bij deze bocht pak ik zowel van boven als van onder een plukje erbij. Als je haar aan de onderkant op zijn, ga je gewoon verder met alleen van boven een plukje erbij. Je vlecht hem door, elastiekje erin en klaar is je vlecht. Straks laat ik zien hoe je hem loshaalt. Van beneden naar boven pak ik voorzichtig plukjes en trek het omwijd. Dit kan alleen als je het een beetje losjes hebt gevlochten. Doe dit altijd van beneden naar boven. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!